In 2016 kocht ik mijn eerste elektrische auto. Nadat we de auto waren aan het laden, kwamen we er al gauw achter dat als mijn vrouw dan begon te koken, dat het wel eens vaker misging met de hoofdzekering. En dan moet je op zoek gaan naar een manier waarmee je slimmer kunt laden. En zo zijn we bij de Zeppi terechtgekomen. MyEnergy is een fabrikant in het Verenigd Koninkrijk. En wij importeren hier de producten. We zijn de distributeur voor de Benelux. En we leveren aan onze dealers, installateurs en eindklanten. Het laadstation heeft verschillende modi, waarmee je dus kunt omschakelen van fast naar eco, zodat je gebruik kunt maken van je eigen zonnepanelen. Dat kun je op het apparaat omschakelen, maar dat kan ook via een app. En met die app kun je ook monitoren hoeveel stroom waar vandaan komt, hoeveel je eigen opwek is geweest, hoeveel je daar vanzelf geconsumeerd hebt. Het is een compleet energiemanagement systeem dat je eigenlijk op die manier in huis haalt. Het grote pluspunt is dat dit laadstation ook load balancing heeft ingebouwd. En load balancing, dat wil zeggen, al is je hoofdzekering nog zo klein, hij wordt altijd veilig gehouden. Dus als de wasmachine, de kookplaat of de waterkoker aanstaat, het laden wordt eigenlijk aangepast aan de hoeveelheid beschikbare stroom. Ja, ik heb dit product uitgekozen omdat ik het een hele efficiënte, eigenlijk optimale manier vind om mijn zonne-energie te koppelen aan slim laden. Ja, en als je de gelegenheid hebt om dat thuis te doen, heb je gewoon een laadstation nodig wat supergoed communiceert met mijn zonnepanelen, met mijn meterkast. Ik kan op mijn app alles uitlezen, ook als ik elders ben. Ja, we zitten met z'n allen op één schitterende aarde, maar dat gaat helemaal niet goed met problemen als biodiversiteit en de opwarming van de wereld. We hebben de klimaattop in Glasgow gehad. We moeten het tij keren. En het leuke is, dat kan ook, maar dan moeten we wel massaal overstappen op andere, dat heet, duurzamere producten. En daar is dit product een voorbeeld van. Ik ga de auto inderdaad opladen. Ik heb hier mijn laadstation. En haal ik naar buiten. En dan is het eigenlijk heel simpel. Ik steek hem erin en vanaf nu is hij lekker aan het laden. Het regent, ik ga weer naar binnen. Elektrisch rijden wordt natuurlijk steeds populairder en precies daarom is het ook belangrijk dat je slim gaat laden, want we willen het stroomnet ontlasten. Het is anders bijna niet te doen als heel Nederland elektrisch gaat rijden, dan hoor je het al vaker, dan kan het net dat eigenlijk helemaal niet aan. Dus ik zeg al, slim laden is echt super belangrijk. Tegelijkertijd is het ook een stuk ecologischer en dus goed voor de planeet. Duurzaamheid, heel belangrijk.